Goedemorgen. Ik ben op weg naar dat prachtige veld van Aard. In de buurt van de Maarseveense Plassen. Natura 2000 gebied, dus je hebt de aangepaste regels. Maar ook daar willen ze graag de populatie afremmen. Dus we mogen daar duo's schieten, koppels. Koppels grauwen en nu na 15 maart ook koppels brandganzen. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Het is -3. Ik heb mijn handschoenen uit de la gepakt. En ik ben hartstikke benieuwd. Maar het is sowieso daar een heerlijk stukje om te zitten. Ja, voor niks vind ik altijd een beetje saai. Maar als je er 1 of 2 kansen krijgt, dan is het al gauw een hele mooie ochtend. Ik ben benieuwd. Dit is al druk te doen daar in die nieuwe plassen. Er is hier wat nieuwe natuur gegraven. En steeds meer broedgelegenheid voor die grauwen. Altijd. Kijk eens. Altijd als je bezig bent. Kom eens hier. Staan er gewoon 2 reeën, hè? Wacht ik even tot die weg zijn. Ik wil ze ook niet te veel verstoren. De jongens, ga eens weg. Mooi, die zit in het vakje, dan kan ik weer verder. Ik heb al 3 duo's kunnen schieten. Hè. Dat zie je altijd. Als je loopt, dan denk je, hoe is het mogelijk? Hard kans als je eenmaal zit dat je een half uur moet wachten. Nou ja, we gaan het toch proberen.
zo'n kraai pak je dan toch ook nog leuk mee, hè? Die eerste die zag me, want het is precies de opening van mijn rietschermpje. Dus ja, die keek me net naar binnen. Die ene lokker zou je zeggen, ja, één lokker, maar deze kwam toch kijken. En ik had toch ook weer slim die Sam Knight lokker bij me. En dan, ja, weet je, dat vind ik dan toch leuk als je zo'n kraai meepakt. Ik snoei een stokje en dan zet ik hem erbij. Kijk, dan snoei ik altijd even zo'n stokje en dan maak ik even een... Maak ik even een wig. Altijd, als je gaat lopen om zo'n akkertje te vervangen, dan komen ze eraan. Brandgans. Kwamen toch nog twee duootjes in één keer langs van die kant. Ja, het had een dubletje mogen zijn, maar ja, één goed raken en één goed mis, prima. Morgen op de kraaien, dus ik ga opruimen. Die ene kraai van vanmorgen, die neem ik natuurlijk mee, want ik ga het morgen anders doen. Ik ga weer bij de kuil zitten. Alleen, ik merkte de laatste keer, het is te minder druk hoor. Maar ik merkte de laatste keer dat er dan toch een paar kraaien en kouwen omdraaien. Want dat lokbeeld, dat herkennen ze als niet leuk. Dus ik ga morgen alleen drie geschoten kraaien neerzetten. Deze en twee uit de vriezer. Zodat er een ander lokbeeld is, dat er wel wat zit. Maar niet 24, zeg maar. En dan kijken of ik dan toch nog één of twee kraaien en één of twee kouwen kan inrekenen. Dus dat gaan we morgenochtend doen. Nu ga ik opruimen. Ik zou zeggen tot morgen.